Een foto van jonge vrouwen met op hun buik de tekst baas in eigen buik. Rookpluimen boven de koets tijdens het huwelijk van Beatrix en Klaus. Het zijn inmiddels typische icoonfoto's geworden. Maar dat waren ze niet toen ze gemaakt werden. Het zou super fijn zijn als dat zou kunnen. Nee, weet je, er zijn zoveel factoren die afhankelijk zijn of een foto überhaupt geplaatst wordt. Laat staan dat iemand hem ook nog herinnert. En eerst ziet en dan herinnert en vervolgens ook nog eens weer in zijn geheugen kan opgraven. Dus je kan als fotograaf een hele goede foto maken. En een grote kans dat hij wel geplaatst wordt in de krant of op een website of wat dan ook. Maar dat mensen hem ook echt herinneren, ja, die kans is heel klein. De historicus promoveert morgen op zijn proefschrift. Waarin hij stelt dat het persoonlijk geheugen leidend is bij de keuze voor beeldmateriaal. En dat er eigenlijk helemaal geen recept bestaat voor een iconische foto. Wetenschap is echt niet zo dat alles meteen een verklaring is. En dat is het leuke als je lang met iets bezig bent, dan op een gegeven moment heb je ook gewoon meer vragen. Maar soms zijn die vragen ook wel weer een antwoord op iets. Weet je? Dus het feit dat ik nu erachter ben gekomen dat het eigen geheugen heel belangrijk is, is nog steeds geen antwoord waarom een foto een icoon wordt. Maar het is wel belangrijk dat als mensen bijvoorbeeld schoolboeken maken, zich daar heel erg bewust van zijn. Hè? En dus denken van, oh ja, ik heb een bepaald beeld in mijn hoofd. Klopt dat wel met het beeld wat ik wil geven? Aan meegeven aan kinderen op scholen. Zelf kijken wat uw brein voor plaatje heeft opgeslagen bij een historische gebeurtenis? Dat kan. Het onderzoek is namelijk interactief. Dus hebben we een game gemaakt. En met die game kunnen mensen zelf nadenken wat hun foto is van bijvoorbeeld het EK88 of van Pim Fortuyn. En we laten een aantal foto's zien. En zij kunnen zelf uitkiezen welke foto volgens hun dat onderwerp het beste verbeeldt. En aan het eind van de rit krijgen ze een poster met daarop hun icoonfoto's. Die kunnen ze printen en op Facebook zetten of op Twitter. En daarna kunnen ze hun keuzes vergelijken met mensen die het spel ook gespeeld hebben.